moet je douwen? 2,5 centimeter in je neus. Welkom mensen bij een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Joshua. We waren bij deze aparte soort van coronatest vlog. Want we zijn de tweede vlog die ik opneem op deze dag zelf. Maar Noah, Koos en mama gaan het coronatest zelf doen. Noah, is het voor jou? Een beetje maar doen. Deze is voor jou, Noah. Alsjeblieft. Ik ga pakken. Mama, deze is voor jou. Ja, mensen, vraag me af waarom er drie zijn. Ik had hem al even mama beloofd. Mama, dat is je held. Noah, het zelf doen, dat was openmaken. Ja. En Koos had het voor zelf gekocht. Noah, hier zijn plakbandjes aan de zijkant. Hier. Nou. Dat lukt niet. God, de scheiding. Zal ik je helpen? Ah. Oh. Zal ik je helpen? Oh, hebben. Bij de dames duurt het wat langer. Noah gaat met tanden proberen. Goed zo! Yes. Doe maar maken. En haal me af en uit. Je moet alles eruit halen. Noah is het cadeautje kapot. Oh, nee, dit. Wat is dit? De vloeistof. Nee. Moet je doosje vouwen? Ja, je mag een doosje vouwen als je wilt. Mensen, vraag me af. Dus, we doen de stappen wel. De doosje. Ja, we hoeven maar één te hebben als je wil. Je kan zelf houden, hè? Hoe dan? Of. Maar het is goed aan doosje vouwen. Zo, alsjeblieft. Je mooi? Ja, dat moet een beetje wel. Oké. De stappen. Wat heb je nou oude aan? Een boemer doet hem al. Oké, wie doet de. Ja, die mag ook openmaken. Voor het hier. Nee, moet je eerst dit openmaken? Ja, mensen, dit zijn. Dit is precies. Even openmaken. Niet aanraken. Handen wassen eerst, allebei. Nee, dat staat niet zeker dan. Ja, oké. Okay. Waar staat hij? Zodat jij staat, denk ik. Hoezo? Deze, hier. Ja. Dit mag ook gebruiken, mensen. Hier, doe maar even ontspetten, mensen, handen. Die hoef je maar in. Doe maar. Even de machine dichtmaken, dan... Ik heb maar een heel klein beetje. Ja, dan mag je uitschrijven? Mag, maar ja. Nee, ook niet meer. Je mag echt proberen, oké? Okay? Het leeft gewoon. Ga je vinger? Snuit je... Oh. Oké. Snuit je neus meerdere keren dan je mond te trainen. Doekjes pakken. Oké, okay, even doekjes pakken. Mama, niet hè? Je mag wel eten. Hier, doe maar even pakken. Iedereen zijn neus snuiten. Kijk, wat het meest. En mondmasker. Ik. Nee? Nee, dat is niet Noah, echt goed. Nee, Noah. Noah, ik kreeg olie ik niet. 30 seconden, nee. doe wat voor jou, oké? Oké. Wat was de volgende stap? Controleer de huidsbedadiging op het voorzakje van de cassette staat. Nou waar? Cassette staat. 2017-2021. Dus het is tot 2023 goed. 21. Mag je opmaken? Je hebt wel je uit. Het is houdbaar tot 2023. Koos. Cassette. Dit is de staat. Ja. Ja. Cassette. Ik voel nog iets. Ja, dat is voor de houdbaarheid. 2021 tot 2023. Tot 3, 17. 17, 3. En is houdbaar tot... Ja, dat weet 20, wel. 20, 3, 9,
Dit duurt lang. Oké, open het zakje, controleer de... Ja, dat hebben we gedaan volgens mij. Van de cassette, ja. Nou, zo. Een monster van een neusstrijkje kan door een volwassen persoon van 18 jaar ouder zelf worden afgenomen. Kinderen tot en met 12 of 17 jaar moeten uitstrijken onder toezicht van volwassenen. Ja, dat heb ik wel. Kinderen onder de 12 moeten worden getest door een volwassene. Moet niet. Noah, mag je het zelf doen? Mag je zelf. Nee, kijk, ik maak het maar. Niet meteen boos worden. Noah. Nee. Mag je het doen, oké? Vergeten? Nee. Zo lijkt een beetje op koosrok. Ah. Jij mag het zelf doen. Wees even, Noah. Kijk maar, dit is niet echt, oké? Openmaken. Nu maar opmaken, Noah. Je opmaken. Je openen. Pak een schaar. Beetje! Schaar pakken. Ja, ik heb geen dure tijd. Ja, laat het staan. Laat het staan. Dat zien. Oké, ben je klaar? Ja. Ik heb wel een kopje. Je hebt een kopje hoor. Ik zie je. Ik zie je. Oké, mag je allemaal naar de neus brengen, naar de neus? Ik heb het lang al. Zullen we dat samen lachen met een koosje? Ja. Dan gaan we allemaal lachen. Hoeveel moet je nou? 2,5 centimeter in je neus. Ja, mam, ja, dat is dan ongeveer hier tegen aan. Hier bordje hier ongeveer. Ja. Maar hier. Dat kan hè? Ja, ga maar, je mag al. En dan ongeveer 4 keer... Vier keer ronddraaien. Zo. En dan bij de andere kant doen. Ja. En dan strijken. Gewoon strijken. Gewoon even in je neus. Doe je gewoon één keer. Dat moet eraan zetten. Oh. Nou, dan mag je dat openmaken. Nee. Blauw afdraaien. Blauwe. Hoe krijg je dat? Doe je dat even inzetten? Oh, maar je bloed. En dan moet... En dan daar, en dan erin doen. En dan knijp je de onderkant aan. En dan 30 seconden ronddraaien. Ik hou het bij, vanaf nu. Je moet ook moeite van. Nee, zo draaien. Indrukken en gewoon zo ronddraaien. Zo hoor. Ja, dat doet wel. Wat verdomme. Ik heb net gisteren een testlotte een spuit gehaald. Oké, je mogen nu stoppen, hè? Mogen jullie de wasstaafje in het doosje even doen? En dan mogen jullie het opdraaien. De blauwe dingen weer. Hier, jongens, wasstaafje. Je hoeft niet, hè? Niet op neer! Hier. Niet op neer, want het veroorzaakt luchtbellen. Ik heb geen luchtbellen. Wat moet je dan? Gewoon zo. Gewoon even heen en neer. Zo. Hoe lang? Ja, tot het goed gemengd is. Ah. Je hoeft niet een shirt, hè? Maar het is wel knap voor jou, hè? Want binnenkort krijg ik heel veel cadeautjes. Ja, goed zo. Ja, dit is voor jou. Ja. Je lijkt me een zombie, zo kijk. Je lijkt me een zombie, niet nog een andere. Amerika. Ja, zo is het goed voor jullie. Mag je even, nee, even in de doos zetten, Want wil je meedoen, Noah? Nee? Hey, wat was er voor een spesiale aanval? Nou. Ja, dat heb je allemaal gedaan. Ja, dat heb je allemaal gedaan. Het zit naast je neus. En dan maar de bier, dat was geen water van. Ja. Mag je nu een plastic doen, een plastic afhalen? Ja, goed. En dan mag je hier mensen bij de S 4 druppels en niet meer. 4 druppels meer is onjuist. Hier hè? Ja, bij de S. Oh. En dan krijg je tranen van dat ding. Nou, ik ook. Hij loopt al. Oh, pas. Ja, bij mama gebeurt al iets. Ja, ben je ook zoiets? Dat is fijn! Goed zo! C is positief en C is negatief.
Kijk, de C is negatief. Dat heb ik niet. De... Als het op allebei staat, nee, dat mag ik niet doen. En dat is positief. En als het op de T staat, is het ongeldig. En laat mij eens boven de C uit. Heb je dat al hierin gedaan? Nee. Je blauw afdraaien. Zo, ik ben gewoon helemaal gezond en je neemt het bovenaan. En was je D? D? Was je D? Zo? Dat is je idee. Zo? Ja? Helemaal broek. En dan nu draaien. Nee, hier. Ja. Ik ben ook gezond. Ik ook. Dan ben je pas na 30 minuten. Nou, ik heb een dikke roze strip erin staan. Zo? Ik heb ook een roze strip erin staan. Nee? En nu? Even langer. Die knijpen? Daar knijpen. En niet hard in knijpen. Zo? Ja. Zo is goed. Kijk, nog een paar seconden. Zo. Nou, degene die nu die snoep de dingen van de ander, iedereen moet hebben, pa. Ja? Nou, die is keiroos al, die strip. Ja. Mag je wegdoen? En mag je nu weer opdoen? En helemaal opdraaien. Mag ik nu een plastic afhalen? Ja, dat is heel moeilijk. Doe jij het even, mama? Even afhalen? Wil je het zelf uitdruppelen, mama? Kom maar. Vier druppeltjes, hè? Ja. Noah. Vier druppeltjes. Maar je moet tellen, want je ziet ze bijna niet vallen. Ik doe tellen, oké? Okay? Wat? Oh, 1? Nee, dat is 1 hoor. 2, 3, 4. Ja. Als je nog wat? Hij bent al iets. Hallo, mag ik je drinken? Oh ja. Zie je nou wat? Nu moet je allemaal half uur wachten. Het is nu. Het is nu. Wat? 53. Zie je over een half uurtje terug. Oké, mensen. Ik ben hier de video aan het editen van vlog 85. Ondertussen zijn de uitslagen bekend. En iedereen heeft geen corona. Iedereen staat bij de C. Noah, heb je wat te zeggen, Noah? Jij hebt geen corona. Ja, oké. Mag ik twee plekken, Joshua? Nee, gewoon helemaal uitschuren. Helemaal. Rijden? Ja. Zo. Mama is voor mij broodjes maken omdat je letste ben. Heb best honger gekregen. Kijk hoe lang ik moet kijken, mensen, deze ding. Ik moet serieus drie... ja. Nee, dat loopt nog vanaf. Ik moet serieus 23 minuten kijken. Want daar maak ik wel mijn time lekker van. Ja. Dan doe ik een effect overheen van dat het inzoomt. Ja. Hey mensen, zoals jullie weten had ik in de vorige vlog, dus voor mij vandaag, maar voor jullie vorige week, had ik deze cadeautjes gekocht. En ik wou het voor deze vlog het inpakken, dus we gaan het nu inpakken. Wat zijn de kutcoach, mensen? Dit is een goed cadeau. Die hoeft niet meer ingepakt te worden. Niet meer. Nee. Dit is een kut cadeau. Dit is een kut cadeau. Ja, en dit is een kut cadeau. Oftewel, een inpak. Pak papier, wat een kut cadeau. En dit is een goed cadeau. Nou heeft geen bel. En mensen, Koos heeft nog een leuk verhaaltje over haar bel. Wat is leuk, wat is gebeurd met jou, Koos, op je fiets? Ja, die hebben ze raf gestampt op weggehaald. En weggehaald. Of gewoon wel, of gewoon een volksmond genoemd, gestolen.
Oké, we gaan nu hier. Oké, mensen, één hoefkleur kan weg. Dus die hoeft niet meer ingepakt te worden. Dat is wel fijn dat ik die meer wat heeft gedaan. Super tof. Intussen ben ik hier twee kijken. De nieuwe serie First of Last. Dan gaan we gewoon intussen inpakken. Denk niet dat we heel veel papier nodig hebben. Want kijk dan. Dit is klein. Dit is klein. Dit is klein. Ik heb alleen. Oh nee. Ja. Nee, en dit is heel groot. Auw. Dus ja. Als de mensen als First of Love op tv komen, dan moet ik het even twee op even pauze zetten. Mila, wat ben je aan doen? Hey! Gaat mensen, gaat proberen hem achter je heen om heen te komen. Mila kan ook gewoon zo of bang in lopen zo. Dus daar houden we het even in gaten. Zag. Oh, de beetje al bij ingepakt. Koos houdt het inpakken. Als ik ga inpakken, dan gebeurt er ook geen niks meer. Dan ziet hij er niet mooi uit. Dus ja. Hoe gaan we deze inpakken? Hou die gewoon. Denk ik dat ook de goede kleur kiest. Net zoals bij mijn mama. Voor jullie is het volgens mij al gedaan of niet? Hier van die twee. Of bij mij. Maar dat is voor van mij en van mama is gedaan. We kozen allebei het goede cadeau uit. Nu is er een boemetje hier. Hij schat. Ja, dit gaat nog heel lang duren, mensen. Dat weet ik sowieso. Moet ik helpen? Gewoon blak, gluk. Dank u. Eén. Nee. Oké, dan wel. Het gaat heel lang duren zonder iets. Zou ik hier achtermuziek bij hebben? Ah, weet ik. Ik zie wel een ad in. Mensen, ik heb nu vakantie 2 weken lang. Dus ik kan de 100ste vlog halen. Ik kan de 100ste vlog halen in de vakantie. Als ik elke dag ga vloggen. Ik ga gewoon proberen om zo veel mogelijk dagen te vloggen in de vakantie. Om zo hoog mogelijk te komen. Want in augustus. Of en / juli een beetje. Ga ik proberen om de laatste concert op te nemen. Ik ga het concert opnemen in zomervakantie. Dat zou heel leuk worden, denk ik. Ik denk dat het concert seizoen 2 heel leuk wordt. En er komt een speciale toevoeging in het concert. Maar er komt nog een apart video over. Die heb ik al gemaakt. Maar ik wil hem gewoon maken. Voordat hij online. Als het concert online komt. Een week van tevoren komt die video online. Dus daar heb je vast een soort van sneak peek. Als het begint, dan weet je, want concert begint normaal random. Maar als het begint, maar als de video langer, dan weet je wel, concert begint volgende week. En denk dat first of last daar komt. Nee, is een reclame. Ja, Koos, hoe gaan we die inpakken? Geen normaal. Maar dan denk ik nog, dit is een cadeau. We moeten die inpakken. Ja. Dat is leuks. Als ik denk, wat de fuck heb ik hier aan? Oh, First of Love. Kijk, mensen, First of Love. Zet het even pauze. Pauzeren! Als het
ik zou gewoon poppen en dan kijken of het leuk of het past. Ik denk dat ik koos met jou. Want ik ga bij elke cadeaurolet die ik dit jaar uit wil proberen. Want ik wil even een jaar uitproberen. Per persoon gaan we ergens anders zitten. Dus bij mama ergens anders zitten. Wij hebben ergens anders gezeten. En met Noah heb ik. En met Noah ga ik gewoon lekker buiten. Of. Of lekker op zolder zitten. Dat ga ik ook zeggen, want ik vind het heel slecht in de zaal. Ik heb nog deze video nog alleen maar de corona-test opgenomen voor jullie. Van Koosje, mama en Noah. Noah had er niet zo zin in. Of was ik meer bang. Noah moet leren om zijn agressiviteit binnen te houden. En Tijg, waar ben je nu in je keuken? Nou, wat is dit dan weer? Zeg maar, als je dit van mij had gekocht. Hey, kijk eens in de kast. Nee, kleine rotzak. De dekkentas. Ik heb nog even de kaartstukken. Wat heb je ook nog gekocht? Dat zie je dan. Ja, wat heb je nog gekocht? Die heb ik gekocht. Ja, maar wat heb je gekocht dan van Noah? Ja, deze video komt toch naast zijn video via online? Een zwembad voor Therese. Mensen, Koosje, wil je even? Ik pak maar. Wat heb je nog? Die is net even lang als die. Gewoon helemaal proppen en dan gaat het wel. Ja, zo. Ja, misschien een lengte zo. De scheuren. Zo. Ik zie er een stukje aan vast. Help, rip dat stukje. Sorry. Dat komt hier uit. Nou, ze denken, wat is dit goede paalstaaf? Ja. Ik zit weer aan en gaat alles weer mis. Maar deze vlog toch nog lang hoor, van iets van 30 minuten tot 23 minuten. Want ik doe dat altijd 10 minuten filmen, want ik zie het op mijn camera. Hoe lang ik film meestal. En het staat nu op bij mij nu. Precies 10 minuten. Dus. Kijk. Kijk, mooi stoepje. Tijd, denk gewoon dat het een reuze zuurstok is. En bij mij staat hier een schroefje om de camera los. Dat is denk ik niet eens interessant voor mijn vlog. Camera gaan repareren omdat er een schroefje los zit. Er zit een boemetje weer. En mensen, weet je waarom ik hier een rode vlek heb? Omdat ik gewoon nieuwe schoenen heb van een werk heb gekregen. En nu heb ik nog een rode vlek. Maar ik denk, na de meivakantie heb ik super veel vlogs. Want ik heb 17 dagen vrij.
ga proberen 7 dagen te vloggen. En mijn vakantie komen mijn 6 vlogs van de 7 online. Dus ik heb nog steeds 11 vlogs over. Mama komt naar onder. Ik moet papa eten hebben. Ja, met croissantjes. Ja, je moet weer niet meer testen. Oké. Dan is die maar gewoon nooit zo wakker. Ja, maar die maakt nog geen idee. We doen dan naar beneden. Nee. We zijn net klaar. Hebben ze de cadeautjes ingepakt en heb ik video nog maar één ding te zeggen. Want eerst mensen eerst doen, dan denken.